We gaan nu een formulierveld invoegen en daarvoor gaan we meteen ook een klein beetje kijken naar de code die hier wordt weergegeven. Hier in deze versie van Dreamweaver kunnen we dat het beste doen door deze deling hier te maken. We gaan met de cursor voor de blauwe balk staan. Dus we kiezen hier die blauwe balk en dan kiezen we een pijltje naar links en dan staan we daar te wachten en dan gaan we iets invoegen. Bij algemeen zit er geen formulier, maar als we van deze algemene invoeg, dit invoegvenster, van algemeen overgaan naar formulieren, dan kunnen we zo'n formulier invoegen. En in de code zie je dan dat er dus ook een formulier wordt ingevoegd. Je kan hem eventjes een zoekformulier noemen. Zonder spaties in die naam graag. De method is get, maar dat heeft alles met scripting te maken. Dat hebben we niet zoveel mee te maken. En verder moet daar normaliter ook een webpagina ingevuld worden waar die naartoe switcht na het invullen van de velden en het drukken op de zoekknop. Dat soort technieken gaan wij hier nu niet invoegen. Intussen staan we hier zo tussen. We kunnen vervolgens een nieuw element invoegen en dat is in dit geval tekstveld. En de tekstveld noemen we bijvoorbeeld zoekveld. En vervolgens klikken wij dan weer op de OK. Je mag vast een waarde hebben. Dat betekent dat we dus, dat staat er standaard in. En in Facebook staat er het woordje zoeken. We klikken op OK. En we kunnen straks even kijken hier zo bij Live View wat dat voor gevolgen heeft. Is dat dus gewoon zoeken in en dat kan je dan weghalen. Dit is dan het zoekvenstertje. Als we nog ook willen dat we, ja, zoals bij Facebook, als je er op deze waarde klikt, meteen het zoeken verdwijnt, dan moeten we ook nog iets extra's toevoegen. Een stukje script. We zetten daarvoor de cursor in de tag van het zoekveld. We zien ook hier het inputveld. En op het eind zetten we daar onze cursor bij. En ik kijk even naar mijn notitie erbij. Dat is onclick is, this value is, en dan staat hier tussen. Dus dit kopieer ik. En ik plak het. En we gaan even kijken naar de precieze code. Onclick is this.value is, dus de waarde, die waarde was nu zoeken, die wordt vervangen door de waarde die tussen deze enkele quotes in staat en dat is dus niets. Als ik daar dus dat probeer uit te voeren, klik ik hier op zoeken en dan zie je dat hij ook helemaal meteen leeg klikt. En dat is ook wat er in extra in zo'n zoekformulier gebeurt. Goed, na dit zoekformulier gaan we nog een knop invoegen. Dus we gaan naar invoegveld en we kiezen een knop waarop geklikt wordt. En daarbij gaan we kijken van het is type button. En we noemen het maar eventjes zoekknop. We zetten daar geen waarde in. En we gaan zo kijken wat dat oplevert. Het is een knopje als deze. En deze knop die zal het geheel zal dan moeten worden vormgegeven. En dat gaan we dan in de volgende filmpjes doen. Voordat we er nog verder gaan, gaan we nog even deze twee selecteren. Ik hoop dat het ook op deze manier kan. Dat lukt zo niet. We moeten even in de code eromheen. We zitten dus binnen het formulier. Ik ga even dus weer voor inzoomen. Hier binnen het formulier zoeken we de twee elementen. Dus het zoekknop en het inputvenster en we voegen daar nog een extra div aan toe. Dus we gaan weer naar het divvenster, we gaan naar formulieren verlaten, we gaan in algemeen en we kiezen hiervoor een div tag invoegen en die geven we een ID mee, bijvoorbeeld zoekelementen. Die zit hier omheen. En die kunnen we straks gebruiken om daar ook wat stijlen aan te koppelen. Goed. Tot zover dus het invoegen van de verschillende elementen. En we gaan ze in het volgende videootje opmaken.